Welkom kijkers bij alweer een uitzending van TV Werken. Vandaag bij mij in de studio wethouder Joop van Ossau, aandachtswethouder voor Berchem. Welkom wethouder van Ossau. Dank u wel. We zitten hier in de studio en ik vraag me persoonlijk af en misschien ook de kijkers van wie is nou de persoon Joop van Ossau? Persoon Joop van Ossau. Kun je daar iets over vertellen? Joop van Ossau is een geboren en getogen Ossenaar van 62, getrouwd, alweer 35 jaar. Vader van drie grote volwassen zonen inmiddels. En mijn leven lang in Os gewoond, gewerkt. Ik ben afgestudeerd jurist op de Katholieke Universiteit, of ja, dat heet het anders, in Nijmegen. En ik ben hier op de LEO begonnen, dus van de LEO naar de universiteit, het kan. Ja, tuurlijk. Als je maar doorzet, toch? Precies. Ja, u noemde het al, rechten gestudeerd, ik begreep makelaar, makelaarskantoor. Ik heb een eigen makelaarskantoor, ik ben 30 jaar zelfstandig ondernemer geweest. En dat heb ik nu dus, ben ik gestopt toen ik wethouder werd. Dat was ook een verzoek van de raad, overigens. En wethouder. Reeds twee keer eerder wethouder geweest. Klopt. Maar dan voor de VVD, als ik goed geïnformeerd ben. Ja. En daarna heeft u nog bij de partij van Trots op Nederland gefungeerd als raadslid. Ja. Ja, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Die partij die bestaat inmiddels niet meer. Ja. Maar lid van 50 plus. Ja. Ja. Nog meer verborgen. Ja, Beter Os, uiteraard. Ja, Beter Os, de lokale partij. Hè? De lokale partij. Ja. Zelf opgericht? Ja. Of? Ja. Ja, toen in feite Trots op Nederland ophield te bestaan, toen zijn Henny van der Wal, dus de huidige fractievoorzitter en ik, bij elkaar gaan zitten en zeiden, ja, wat gaan we doen? En dan zeiden we van, nou, dan gaan we een lokale partij oprichten. En we hebben een naam samen bedacht, Beter Os, mensen bijgezocht. En we zijn doorgegaan in de gemeenteraad van Os. Ja. En als zodanig raadslid verkozen en wethouder geworden. Ja. Want u werd verzocht bij de coalitie. Klopt. En nou bent u aandachtswethouder voor Berchem. Ja. Nou vraag ik me af, en ook de kijkers natuurlijk, wat is nou een aandachtswethouder? Wij hebben als college, iedere wethouder in feite twee of dorpen of wijken toebedeeld, waarin wij speciale aandacht hebben voor alles wat daar speelt in het dorp. In dit geval voor mij, ik ben aandachtswethouder voor de Schadewijk in Os. En ik ben aandachtswethouder voor Berchem. Ja. Dus dat wil zeggen, ik volg de dorpsraad, ik heb overleg met de dorpsraad. En als er iets voorvalt waar ze mijn hulp bij nodig hebben, dan ben ik er. Ja, welke portefeuille dan ook. Ja. Maar dan heb ik in ieder geval een soort vier ogen principe van dan probeer ik Berchem zo goed mogelijk te verdedigen. Ja, en te vertegenwoordigen en in core business dat soort. Ik heb iets gezien van het openen van de nieuwe Jumbo. Ja, al dat soort belangrijke dingen, dat mag ik dan doen. Ja, ja. Onze wijle koninklijke hoogheid Prins Klaus, die zei altijd, ja, die core business, dat is een gestreken bedje. Nou ja, goed, je hebt leuke dingen die je dan mag doen. Een opening van een zeskamp, toespraak hier, toespraak daar. Ja, ja. En de minder leuke dingen, als je een belang moet verdedigen voor Berchem. Dus dat soort dingen doe je dan allemaal. Precies. Nou, bent u als persoon, Joop van Ossau, zowel gelauwerd, maar ook verguisd. Zo als politici en politicus. Ja. Zo bent u onlangs geridderd. Ja. U bent koninklijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Waarvoor was dat? Want ik had begrepen dat het niet op één A4'tje past. Nee, het past niet op één A4'tje. Eigenlijk is dat een opsomming van 50 jaar vrijwilligerswerk. Als ik even terugkijk, ik ben 62, zeg ik. Ik was voor mijn 12e, haalde ik de contributie al op van de voetbalclub, bijvoorbeeld. Ik ging voor mijn 12e al langs de deur voor de Stem van Graven. En zo ben ik langzamerhand doorgegroeid in allerlei sportbesturen.
ja, ja. Carnaval, ja, noem maar op. Nederlandse Volleybalbond heb ik begrepen. Ja, klopt. Oprichter van de recreantensectie daar en in het districtsbestuur gezeten. Actief tonprater. Ja, ik heb een aantal keer ton gepraat. Ja. En ik ben president van het carnaval geweest. En ja, en oprichter van de jonge bedrijvensociëteit. Nou ja, goed. Noem maar op. In ieder geval 50 jaar actief op allerlei niveaus. En secretaris van de businessclub van Top Os. Al dat soort dingen. De mensen die men moet hebben in een gemeenschap om ook dingen van de grond te krijgen en gedaan te krijgen. Precies, zoals jullie Berchem heel veel kennen en daardoor Berchem in feite ook op de kaart zetten met allerlei activiteiten. Mm-hmm. Want ja, je hoeft ze allemaal maar te noemen hier. En die doen niet één ding, die doen niet twee dingen, die doen 10 dingen. Ja, of hebben 10 dingen gedaan. Precies, ja. En zo ben ik er ook één, maar dan uit Ops. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En ik zei het ook al, verguisd. Dan bijvoorbeeld door uw handelswijze, kort door de bocht, wel eens ooit recht voor de raap. Dan citeer ik een oud wethouder, Aleida van den Heuvel, Slingerland. En hij kan lomp uit de hoek komen, maar ergens zit er toch een klein hartje. Klopt dat? Ik ben een goede manneke, zeker. Maar ik ben ook, ik weet wat ik wil. Yeah. Ik weet waar ik voor sta en de mensen willen duidelijkheid. Van mij krijgen ze duidelijkheid. Yeah. Ik ben niet zo'n gladde politicus die overal tussendoor laveert. Nee. Nee, zo ben ik niet. Ik ben gewoon vanaf jongs af aan zo opgegroeid. Ja, ja, ja. Een man van de straat. Zo ben ik, ja. Zelf wel eens ooit, en dan citeer ik de wethouder van Ossau zelf, dan ik ben soms een lompwerker. Nou ja, dat was een dilemma van ben je een diplomaat of meer een lomvarken. Nou ja, goed, een diplomaat ben ik niet altijd. Nee, nee. Soms wel, als het echt moet en als ik er goed aan denk. Maar kijk, je kunt ook vanuit je emotie kun je gewoon goede politiek bedrijven. Ja. En dan moet je af en toe eens een keer iets anders doen dan een ander. Ja. Mm-hmm. Dat is geen probleem. Ja. Ben ik toch aardig, toch? Of niet? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb geen klagen, ik heb geen klagen. Nee, maar ik stel me dan voor, als je wethouder bent, dan ben je een onderdeel van het college. Ja. Hè? En als zodanig ben je een team dat de raad voorzit, zal ik maar zeggen. Ja, is het dan wel zo verstandig om af en toe eens een keer zo uit de bocht te vliegen? En ja, dat is af en toe verstandig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat voor mij in ieder geval wel. Want kijk, en vooral als ik persoonlijk aangepakt word op een onderwerp wat niet terecht is. Mm-hmm. En als ik in mijn integriteit word aangetast, dan hebben ze aan mij gewoon de verkeerde. Dan ben ik niet gladde politicus, maar dan iets recht precies. voor de raap. En ik denk dat die in de politiek ook best een bestaansrecht hebben. Ja. Ik heb het in ieder geval 25 jaar zo gedaan en tot nu toe ging het goed. Ja, anders word je geen 3 keer wethouder. Precies. En als ik alleen maar in de politiek zit om vrienden te maken, dan moet ik niet in de politiek gaan zitten. Nee. Dat werkt niet. Nee, precies. Precies. De mensen moeten weten wat ze aan hem hebben. En, precies. En mijn kiezers weten waarom dat ik daar zit en wat ze aan mij hebben en tot tevredenheid kennelijk. Ja. Nou zitten we dan vandaag in Berchem en aandachtswethouder voor Berchem. Nou weet ik dat er onlangs is er een brief van de dorpsraad naar de gemeente gegaan met betrekking tot het centrumplan hier. En daar zouden wat dingen in de knoei komen enzovoorts. Hoe staat u daar tegenover? Kijk, nou zegt een dorpsraad die komt met een brandbrief en die zegt van we voorzien allerlei problemen en wat doet de gemeente en wat doet de aandachtswethouder voor Berchem met zo'n brief? Nou, het zit overigens ook in mijn portefeuille. Het centrumplan Berchem, dat mag ik dan ook mee helpen uitdragen. Mm-hmm. Maar eigenlijk was de brief volstrekt onterecht. Want waarom schrijf je een brief over iets wat 4 jaar geleden en 9 jaar geleden is afgesproken? Mm-hmm. Snap je? Maar zij wisten niet dat was afgesproken. Maar het staat gewoon in het bestemmingsplan. Yeah. We hebben fase 1, 2 en 3. Fase 3 is woningbouw. Berchem wil woningbouw. Dus men was eigenlijk 3 jaar te laat. Maar ik ben de broertje dus niet. Nee, maar ja goed, dingen kunnen wijzigen. Hè? Nee, natuurlijk wel. Situaties kunnen veranderen. Uiteraard. Kijk op dingen kunnen veranderen. Ja.
Ja. Berchem wil ook woningbouw. Mm-hmm. Nou, wat ik uitgezet heb is van, nou, ik zie dat daar vanuit Berchem nu anders tegenaan gekeken wordt als 4, 5 jaar geleden. Toen overigens niemand daartegen protesteerde, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. En men wil kennelijk iets anders. Ik ga kijken wat de mogelijkheden zijn om het anders te doen. Ja, dus ja. We gaan kijken wat de alternatieven zijn. Of inderdaad Berchem geen woningbouw wil. En wat dan de consequenties daarvan zijn. Ja, ja. Want volgens de grondexploitatie, als wij geen woningen bouwen op Berchemsveld, dan kost dat ongeveer 1 miljoen euro aan in de grondexploitatie. Ja, kunnen wij dat hebben? Dat weet ik niet. Ik kan ook kijken of er alternatieve bouwmogelijkheden zijn. Maar er liggen ook wel afspraken met Mooiland Maasland, die daar 6 woningen had mogen bouwen. Snap je? Dus dat soort dingen moeten we allemaal goed bekijken, consequenties goed bekijken. Ook andere consequenties met betrekking tot parkeren, met betrekking tot evenementen. Ja. Als we het aantal woningen anders positioneren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Al dat soort dingen heeft gewoon consequenties. Die zet ik nou op een rijtje. Mm-hmm. En dan gaan we in september aan de gemeenteraad vragen van, joh, hier liggen al de consequenties, hier liggen de mogelijke alternatieven die we uit kunnen werken. Mm-hmm. Zeg het maar. Ja. En dan is ook belangrijk wat de dorpsraad zegt, wat de inwoners van Berchem zeggen. Mm-hmm. En als die zeggen van, we willen geen woningbouw, we willen wel woningbouw, ja, nou dan handelen we daarna. Dus als ik het goed begrijp, dan komt er een voorstel. Daar kan de dorpsraad zich over buigen, maar daar kunnen ook de inwoners van Berchem zich nog eens een keer over uitspreken. Nou ja, die worden vertegenwoordigd door de dorpsraad, dus in de dorpsraad kan dan daar een discussie over ontstaan. Ja. Ja. Okay, normaal gesproken is het bestemmingsplan is in beton gegoten. Ja, ja, ja. In dit geval zeggen we, nou ja goed, ik kijk ernaar wat de mogelijkheden zijn en dan kies maar. En dan regelen we het. Ja, ja. Zo werkt het. Oké. Hartstikke mooi. Dus ook weer niet het gladde overal erheen proberen nee, te... Nee, maar men vraagt en ik probeer te draaien en dan de consequenties die moeten we met z'n allen dan ook kunnen zien. Ja. En ook willen dragen. Ja, precies, precies. En als het niet kan, dan kan het niet. En als men niet wil, dan wil men niet. En, maar we gaan ons best doen in ieder geval om voor iedereen een bevredigende oplossing te vinden. Ja, ja. Ja. Heel mooi, heel mooi. Kijk, iets anders verwachten wij natuurlijk ook niet van onze politicus. Dus toch? Goed. Gewoon goede plannen, goed kijken wat de alternatieven zijn en wat de mogelijkheden zijn. Maar daarvoor zit je ook in de politiek. Ja. Ik bedoel, ik zit niet in de politiek om het plan uit te voeren wat ooit een keer bedacht is. Nee. Ik zit in de politiek om mensen te helpen. En zo zit ik met alles in de politiek. We hebben een beleid waarin we zeggen van we mogen geen bomen kappen, want oei oei oei. Mm. Als die bomen in mijn visie in de weg staan, of in de weg staan voor een woning, dan vind ik dat er gekapt mag worden. En dat is niet het beleid van de gemeente, maar ik vind dat mensen voorgaan ten opzichte van bomen. Ook dan zijn er alternatieven, want dan kun je een boom ergens anders planten. Precies, als maar vervanging zo van. Staat het niet in ons beleid, maar ik wil wel zo handelen. Ja, het zou wel een mogelijkheid kunnen zijn, dan zijn ze allebei weer gediend. Ja. Zowel de natuur met een nieuwe boom. Nee, precies, ik ben een bomenliefhebber en ik leg het liefst een mooi bos aan in de polder of waar dan ook als het kan. Ja. Maar ja, je moet niet geregeerd worden door een boom in je genot. Ja. Je moet fatsoenlijk kunnen leven, je moet fatsoenlijk kunnen wonen. En regeltjes zijn niet altijd... Regels zijn er om gewijzigd te kunnen worden. Hè? Zo is het. Daar waar mogelijk. Ja. Daar waar mogelijk. Nog iets heel anders, van een andere strekking. 9 juni, jongstleden. Toen bestond het huidige college in functie een jaar. 14 juni. Ja, 14 juni. Nou, volgens de krant was het 9 juni. Nou, maar ik moet niet altijd de krant geloven. Oké. Ja, ik ga ervan uit dat reporters toch wel een beetje de waarheid spreken. Dus, maar 14 juni. Vergeef me, 14 juni dan. Het college een jaar. Hoe kijkt de persoon Joop van Orsouw terug op die dat jaar samenwerken met andere partijen? De VVD, VDG, CDA. Ik vind dat de samenwerking heel goed is. Echt, ik heb dus in meerdere colleges gezeten en daar was de samenwerking ook wel goed. Maar we hebben nu een... het is ook een andere tijd overigens. Hè. Dus we hebben veel meer met digitalisering te maken, veel meer met...
met sociale media te maken en zo. Mm-hmm. Maar wij werken binnen het college uitstekend samen, moet ik zeggen. Iedere vergadering van BMW is gewoon leuk, we lachen veel en we nemen ook veel beslissingen. En de goede beslissingen. En iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar we werken heel collegiaal samen. We hadden ook het geluk dat we eigenlijk meteen, ja, pakweg de eerste dag naar het VNG-congres konden vorig jaar. Mm-hmm. En we kregen op dat moment ook een nieuwe gemeentesecretaris. Dus we zaten eigenlijk, ja, goed en wel, de eerste dag van het nieuwe college zaten wij daar tot 2 uur 's nachts op het terras met z'n allen. Dat is nooit weg. En dat is een hele goede manier om elkaar beter te leren kennen. En ook op een andere manier te leren kennen. Ja, precies. En kijk, dan zie je ook hoe anderen zijn in het wild, zeg maar. Niet alleen in een vergaderzaaltje. Ja, ja. Maar dan heb je ook meer gesprekken van, hoe is het bij jou nou thuis? En snap je, dat soort dingen, meer de persoonlijke dingen. Ja, en dat schept een band. En ik ben daar... Ik zeg hier gerust dat dit het beste college is waar ik ooit in gezeten heb. Ja. Dat zijn dan hele ferme woorden. Dus, ja. En de samenwerking met de raad, daar zit natuurlijk ook oppositie in. Goed, dat hoort ook bij de politiek. Laat ons wel wezen. Want, precies, ik heb de afgelopen 15 jaar heb ik zelf oppositie gevoerd en stevige oppositie gevoerd. Ik was ook niet te flauw. Ja, ja. Ik heb de heel veel gemeenteraadsleden bij wijze van spreken laten zien hoe ik politiek bedreef. Ja. Dat nemen ze nou gewoon over en dat passen ze ook op mij toe. Dus ik ging er stevig in. Ja. En dat doet de huidige gemeenteraad ook. En dat is allemaal niet erg. Ik zeg altijd, een wethouder hoeft maar één ding te kunnen en dat is tegen kritiek. Ja. Ja. Als je niet tegen kritiek kunt, moet je gewoon geen wethouder worden. Ja goed, mijn moeder heeft mij altijd geleerd van wie de bal kaatst, moet hem terugverwachten. Ja, dus als jij iets zegt, dan moet je ook een antwoord terug kunnen krijgen. Ja. En als je oppositie voert en je zegt iets tegen een wethouder, dan moet je ook verwachten dat je daar een antwoord op terugkrijgt. Maar toch is het anders als vroeger. Kijk, in de vorige colleges, als je dan kritiek kreeg, dan kreeg je kritiek door 2 ingezonden brieven in het Brabants Dagblad. Ja. Ja, dat was het dan. Dan had je flink wat kritiek gehad. Ja, ja. Tegenwoordig, als je vandaag iets zegt, dan staat het 2 minuten later op sociale media en heb je 500 reacties. Allemaal gebaseerd op 1 woordje of, en niet het hele verhaal, maar gewoon 1 woordje. Ja, ja. En daar moet je echt tegen kunnen. Ja, ja, en precies. Dus ik lees ook geen Facebook of zo. Ik hoor af en toe wel van afdeling communicatie wat er gezegd wordt, maar als je dat allemaal gaat zitten lezen, dan raak je denk ik in een depressie. Nou, deze jongen raakt niet in een depressie hoor. Dus, ik heb begrepen dat politiek een hobby was. En van een hobby moet je eigenlijk niet in de stress raken. Nee, precies. Ik heb mijn leven lang in feite in dienst gesteld van de politiek. Ja. En daarom heb ik mijn kantoor altijd klein gehouden. Omdat ik altijd terug wilde in de politiek, omdat er gewoon het mooiste is wat er bestaat. Je kunt iets doen voor mensen. Ja, ja, ja. Ja. En hoe lang wil u nog doorgaan? Nou ja, goed, de komende 3 jaar heb ik nog gewoon sowieso getekend. Ja. En dan ben ik 65 en dan kan ik nog een termijn doorgaan als het gegeven zou zijn. Ja, maar goed, dan ben je weer afhankelijk van verkiezingen en van de. Ik weet niet eens wat ik morgen eet. Dus ik weet ook niet wat er over 3 jaar voor staat. Nee. Maar als ik gezond ben en ik ben fit en ik heb er zin in, dan zou ik door kunnen gaan. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Ik weet niet als aandachtswethouder verbergen, want dat wisselt om de 4 jaar. Maar ja, goed, ja, precies. Dan hebben we het hier toch geregeld. Ja, want ik vroeg me af, we hebben 2 Bergse wethouders. Ja. En die hebben een heel ander aandachtsgebied. Ja, en dat hebben we bewust ook gedaan. Ja, 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 precies. Ja. Om belangenverstrengeling of iets dergelijks te voorkomen. Of hoe moet ik dat zien? Ja, maar ik kijk ook weer met een andere blik op Berchem. En je moet niet altijd in je eigen dorp, want dat kan ook tegen je keren. Ja, ja. Het hoeft niet zo te zijn dat je als wethouder populaire maatregelen neemt. Je kunt ook impopulaire maatregelen nemen. Ja, en die worden dan meestal het hardste gezien. Hè? Ja, precies. En goed, we hebben kwalitatieve goede wethouders, dus die kunnen ook in andere dorpen heel veel betekenen. Ja, dus vandaar. Ja, nou hartstikke mooi. En ik denk dat we nou wel een heel goed beeld hebben van de aandachtswethouder Joop van Orsouw.
en aandachtswethouder voor Berchem. En namens alle kijkers wil ik u daarvoor bedanken, voor de uitleg en voor het interview. Ik wens ook mede namens alle kijkers heel veel succes de komende 3 jaar nog. Heel veel wijsheid en heel veel juiste beslissingen toe. En ook natuurlijk voor het hele college en de raad van de gemeenteraad. En dat we nog van heel veel wijze besluiten gebruik mogen maken. We gaan eraan werken. Hartelijk dank. Dank. Ja. Ja, dit was het weer, beste kijkers, voor wat mij betreft. En graag tot de volgende keer. Zoals u weet kunt u ons volgen op www.tv-berchem.nl, op YouTube en natuurlijk